Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPDVAL en more. Dit is Wim en Wim gaat jullie vandaag eens laten zien wat nou allemaal in mijn wagenpark zit. Want ja, daar vragen jullie toch nog wel redelijk vaak naar. Die heb ik al eens gemaakt op deze exactezelfde locatie. Misschien zelfs de auto's op dezelfde plek. Maar nu een beetje een update, 2018 update noem ik hem denk ik. Om te beginnen, hier links hebben wij een hele mooie TS. Ik zal ook zeggen van wie het is en waar je het kunt krijgen en of je het kunt krijgen. TS gemaakt door topmods, te krijgen op topmods.de. Duitsland, let op die site, er zit nogal heel veel reclame. Dat krijg je niet weg, zelfs niet met adblock. En er zou zelfs sprake zijn van wat 18 plus reclame, zonder dat die eigenaar dat nou echt wilt. Is er vaker doorgegeven, maar dat is een beetje alsof er allemaal virussen op zitten. Je krijgt er geen virus door, niet schrikken. De skin moet je echter zelf maken. Heb ik ook zelf gemaakt, samen met iemand dan wel. Die staat in ieder geval niet online. Die staat op slot firetruck. Ja, super vet ding natuurlijk. Hebben jullie al vaker gezien, uiteraard. Dan hier de autoladder, super vet ding. Ook dit, of ook. Deze autoladder kan de kraan bewegen, om maar even zo de ladder bewegen. Met dingen als deze steunpunten. De kraan kun je dus, als je als bestuurder zit, kun je die bewegen. Achter wat, super ver ding gewoon. En Duits ook van topmods.de, denk ik dat je nou wel kunt downloaden. Weet ik niet zeker. Hij staat ook wel op GTA 5 mods. Ik zal even laten zien dat je er ook daadwerkelijk kunt bewegen. Nee, dat zijn geen video edit skills. De video hierna zal ik ook nog even, die heb ik net hier opgenomen. Dus weer over 2 dagen komt een video online. Die heb ik al opgenomen. Zojuist. En daarin zeg ik ook dat ik al ziek ben. En daar ben ik ook nog steeds dus. Maar dus sorry als ik soms een beetje een hoestaanval krijg. Want dat is dus door het ziek zijn. Ja, de grillflitsers zie ik nu. Die staan niet aan. Kun je ze zelf handmatig aanzetten via L van Lima. Super vet ding, dus je kunt dat ook inklappen en dan kun je natuurlijk gewoon ermee rijden. Nu kun je er ook mee rijden. Die staat op Police Riot. Nu zul je denken, maar dat is toch eigenlijk zo'n SWAT-auto. Ja, dat klopt, maar aangezien die bij LSPDVAR nooit wordt gebruikt als SWAT-auto, die wordt nooit ingezet. En ik heb te weinig slots, dacht ik, en dan zet ik hem gewoon daarop. Dus bij mij staat hier Police Riot. Zo heb ik toch 2 brandweervoertuigen. Dan op de plek van Lifeguard. En die staat in GTA als L-Guard. L-G-U-A-R-D. De reddingsbrigade auto. Wel bekend inmiddels van de reddingsbrigade video's. En natuurlijk super vet ding. Ford Explorer. Nee, ik weet niet eigenlijk niet. Staat aan de achterkant. Titanium. Oké, wist ik niet. Dan gaan we naar de afdeling ambulancezorg. En daarin heb ik 3 voertuigen. Waarvan 1 eigenlijk, ja, is er de voertuig? Ja, een soort van. Een rapid responder. Ik heb het natuurlijk over de heli, daar ging aan. We zullen hier even beginnen. Op plek ambulance heb ik een ambulance. Wauw. Dat is eentje van Gelderland Midden. De 0709. Ik heb ook de 0708 gemaakt door Beunhaas. Model zelf is van... Oh, het is slecht. Weet hij ook weer. Weet ik even niet. Sorry, komt zo in beeld. Dat is dus niet... De sprinter is van, ik weet echt niet meer hoe die heet, komt zo wel in beeld. En de opbouw is gemaakt door Beunhaas. Dus shout-out naar Beunhaas en shout-out naar meneer in beeld. Plek ambulance dus gewoon. Dan hebben we hier, die staat op Police Road, Police Ranger, meen ik. Ik zal even snel voor jullie kijken. Hij staat in ieder geval op Police Ranger, ja. De rapid responder, in dit geval Rotterdam. Skin heb ik even snel opgegooid, was ergens voor nodig. Gemaakt door ministerie van Mods, de rapid responder skin. Heb ik dan zelf een beetje samengesteld. Ook shout-out naar hun. Ja, super vet. Shout-out naar iedereen vandaag. Dan deze super vette lifeliner. Gemaakt door topmods. Dat is ook nog wel ergens te achterhalen. Denk je binnenin ergens vast wel een secret shout-out naar topmods ergens. Ja, hier stond er ergens op. Ik
ik weet niet wel. Met interieur, super vet, profusers hier, dat zijn pompen, hoef je helemaal niet te weten. Deuren kunnen open en hij blijft tenminste op die dingen staan, ik vergeet weer steeds zijn naam. Skin is gemaakt door Waslijn. Heel moeilijk om die skin te maken, dus echt wel tof dat het hem is gelukt. Ik heb er toen nog even naar gezeten, ik heb mensen daarna laten kijken die er nog meer verstand van hebben. En die zeiden ook van ja, dat is onmogelijk. Hij heeft gewoon geflikt. Die staat op de plek van Frogger, F-R-O-G-G-E-R. Staat dus niet op de plek van Police Maverick. Dan gaan we door naar de politieafdeling, die zijn natuurlijk met het meeste. En daar beginnen we gewoon linksaan bij Police 1. Dat is de Touran 2016, oud maar goud, oud, wil ik bijna, is nog nieuw. Maar goed, die gaat natuurlijk eruit en die gaat vervangen worden door de B-klasse. Maar nu gebruik ik deze af en toe, of nou, nog wel redelijk vaak, want ik vind hem gewoon super vet. Gemaakt door het ministerie van Mods. Daarnaast, Police 2, de Vito, gaat de T5 en de T6 vervangen, de busjes. Ook gemaakt door het ministerie van Mods. Ja, super vet ding natuurlijk ook. Die gebruik wordt minder, moet ik binnenkomen meer gebruiken. Maar soms heb ik dat bijgeloofd dat als ik de Vito gebruik, dan mijn game crasht. Dat vind ik jammer. Maar aan de ene kant geloof ik dat zo is. Aan de andere kant denk ik, nou misschien ook ligt het aan mijzelf. Dat het gewoon toeval is. Police 3. Daar staat de Passat in dit geval. De ene zegt het is voor team verkeer. De ander zegt het is een wijkagent auto. Ik zeg inderdaad team verkeer. Aangezien team verkeer... Amsterdam en gebeuren, die hebben tussen de Volvo V70 en de Audi A6 nog even de Passat gekregen. En dat, ja, eigenlijk lijkt deze er precies op. Dus die is gemaakt door team MOH, MOH Aalsmeer. En hij wist helemaal niet zeker of het dezelfde was als die van Team Verkeer, zei tegen mij. Maar ja, hij lijkt er verdomd veel op. Reflective skin. En ja, super vet. Police 3 dus. Police 4 hebben we een Marked Cruiser, staat hier in de trainer. Dat is... deze, sorry, nu viel hij me weg. Deze, een Mark Cruiser. De Touran 2011, gemaakt door MOH, Aalsmeer, team MOH. En een beetje gefine-tuned door Wandertje, skin en de grillflitsers. Grillflitsers zijn bij MOH grijs, maar ja, ze zijn in het echt bij de Touran toch echt, weet het, blauw. Hier kan ook een reflective skin op. Ik heb hem niet gepakt aangezien ik het kenteken graag wilde veranderen. Want die van MH vond ik niet zo mooi. En ik krijg het niet veranderd naar mijn in een reflective skin. Kan ik niet aanpassen. Een Marked Cruiser, oftewel Police 4. MH Aalsmeer en een beetje van Wandertje. Dan gaan we hier naar een super vette motor van Sys Games. Die hebben jullie natuurlijk ook wel de afgelopen dagen gezien. BMW R12... Zulu. Daar is de Zulu, die heb ik trouwens niet hierbij gezet omdat mijn game nog wel eens laat crashen. Dus oh wee als je mijn game laat crashen, kudding. Ja, die heb ik er dus ook in staan, onder Police Maverick. En deze staat onder Police Bike. Super vet ding, gaan jullie zeker nog vaker zien. Dan gaan we naar Police. Even spieken. Rood Cruiser. En dan moet je nagaan in, als je hem wilt vervangen in OpenIV, is dit Police Old 2. En de Rapid is Police Old 1. Dus dan weten jullie dat. De T5 gemaakt door MH Aalsmeer. Super vet ding. Ook die gebruik ik nog met plezier. Dan gaan we daarnaast naar de Police Transporter. In OpenAV heet die Police T. Ook gemaakt door MH Aalsmeer in de begintijden. Zit nog geen ILS op, maar als je er gewoon... Ik zweer je, het lag aan die Zulu. In ieder geval, ja, daar ben ik weer. We hadden gelukkig nog maar 3 voertuigen. Hoor. Dat is deze namelijk, dat is de Police Transporter. Die had ik jullie al verteld. Ik weet niet of u mijn gescheld nog hoorde toen mijn game crashte. In ieder geval, ja, gemaakt door team MOH. Er zit geen ILS op. Als je er ILS bestandje overheen gooit, dan doet hij het gewoon wel met ILS. Heb je heel mooi blauw, ja, zoals je ziet. Dan, die staat op Police T. Transporter Police T. Hebben hier Sheriff 1, geloof ik, Sheriff 1, ja, of Sheriff, en dan is dat Sheriff 2. Sheriff is de Camar G-klasse, gemaakt door Team MOH lid. Er is één bepaald lid die heeft deze helemaal zelf gemaakt, meen ik. Super vet, een beetje een gepanzerde G-klasse, ja, dat. Ik vind hem echt vet, ik gebruik hem met plezier. En voor de Camar heb ik, ja, stel nou ik wil eens met de Camar motor, dan staat er al een high drive, ik moet even hier snel komen. Dan... pas ik gewoon de Police B aan of ik zet even gewoon, ik pak even een Audi van de Camar of zo. Camar is trouwens Marge C, ik zeg altijd Camar. En dan gooi ik die gewoon over de eerste beste auto die ik kan bedenken.
En dat maakt niks uit. Meestal vervangt de sheriff continu deze dus. Continu voor de Kamar afleveringen. En dan, tot slot, sheriff 2. Of dit is sheriff en dat is sheriff. Ik meen dit is sheriff 2. De politie B-klasse gemaakt door... Team JR modding. Of Team JR mods. Super vet. En ik gebruik deze ook met plezier. Ik vond hem eerst niet mooi, niet de auto zelf, maar de B-klasse in het algemeen dan wel. Dit model is super nagemaakt. Maar de B-klasse in het algemeen vond ik niet mooi, maar nu vind ik hem echt wel vet. En ik, ik heb hem nog niet gezien in het echt, maar ik denk dat hij wel nice gaat vinden. Dan gaan we nu door naar mijn mods en dat zijn er wel een heleboel. Beginnen we met F3. Dat is het mijn trainer. Daarmee heb ik... kan ik alles spawnen, van bodyguards tot ik kan zorgen dat mijn auto weer gemaakt wordt, tot al mijn emergency voertuigen zoals jullie hier zien. RCV is niks trouwens, nee. Helikopters, vliegtuigen, ik kan teleporteren, ik kan wapens pakken, noem maar op. Dan heb ik voor de rest F1 helemaal niks meer daar. F11 is het EUP menu. Daar, ja, daar hebben jullie vast ook al gezien, kan ik motor weg misbruiken. Dus mark lang, steekvest, VP, steekvest kort, steekvest VP kort, kogelweren, kogelwerend kort, ME, Kamar lang, Kamar kort, noodhulp out met jas, AT1, ah, die is lelijk, let niet op het vest, die gebruik dus nooit, ambulance 1, wat is dit? Ah, die broek klopt niet, ambulance 2. Hier is dus dat geluidje wat het kazernealarm is bij de, hoe heet dat, die mod. Los Santos Rescue Division. Ik denk steeds dat het kazernealarm hier afgaat, maar goed, dat geluidje is dus hier uitgehaald. Arrestatie team 2 is eigenlijk hetzelfde. Ambulance 3, hondengeleider, motor met kogelwerend is ook belangrijk, en Kamar motor en onopvallend zoals jullie over 2 dagen gaan zien. Oeh, spannend. Ik ben godnonders iets vergeten, joh. FBI 1 is de scorer gemaakt door team MOH, super vet. FBI 2 is dit ding gemaakt door Waslijn. En ja, die is wel badass met een ander kleurtje. Ik heb hem volgende, ik gebruik hem in mat zwart geloof ik, in deze mat grijs. Gebruik ik hem over 2 dagen, ja ik vind hem echt een vet ding. Een Polo Airline, ja is gewoon, straalt gewoon zieke shit uit. Ja, dan heb ik dus eigenlijk de minuutjes die ik gebruik gehad. Oh ja, dat ga ik wel nog zo meteen vertellen. Ik heb ook nog via F6 en F7, meen ik, een van die twee. F9, nee, F10, F11 gewoon. Ah ja, en dan nu M. Ja, dan heb ik de IMS mod. Ja, als je die downloadt heb je daar veel problemen mee. Dus je ga je nu niet kunnen downloaden. IMS mod, GTA 5 mod. Daarmee maak ik de rapid responder video's bijvoorbeeld. Zo. Dan ga ik mij nu eens on duty melden. Load plugins. Hier kun je nog mijn plugin zien. Kopholster. Dat is dus tot ik mijn wapen uit mijn holster haal. Het EEP menu kennen jullie. Los Santos Rescue Division is dus voor de brandweer, de ambulance en de reddingsbrigade. Moet je kopen. LSPD van First Response spreekt voor zich. LSRD is Los Santos Rescue Division. En Vehicle Gadgets Plus. Dat zorgt ervoor dat je je autoladder kunt... kunt bedienen en dat zit standaard bij je autoladder, dus die krijg je erbij natuurlijk zelf installeren. Dus ja, dit menu, dit hè, dat open je via F5, voor mij dan F5. Het kan ook zijn dat het voor sommigen F4 is, voor mij heb ik het ingesteld op F5. F5 en dan doe ik nu gewoon Force Duty en dan is het even laden zometeen. En dan dan ben ik ingemeld en kan ik in principe een LSPD War video vanaf deze locatie beginnen. De FPS, de frames per second, die gaan ook meteen zo bam omlaag. Dat is niet normaal, maar goed. Binnen LSPD VAR gebruik ik natuurlijk mijn telefoontje. Dit is de hoe heet dat ding nou? Police Radio mod. En dan de telefoontje komt van Wander. Die kun je geloof ik nog op de Discord van hem downloaden. Dus zeker even naar het Discord van Wandertje gaan als je dit ding wilt hebben. Daar binnenin zit ook dan better IMS. En nog een heleboel dingen. Denk aan arrest manager. Als ik een
weet het, heb iemand de baan gehouden en ik wil hem laten transporteren. Kan ik op 8 drukken, dat is arrest manager. Voertuig aan de kant zetten en dan uitgebreid vragen van, hey, wat is dit allemaal? Is LSPD voor plus? En dan traffic policer maakt ook allemaal het verkeer een beetje leuker met verkeersdingen en zo. Via F12, is ook een minuutje, call-out manager. Nu heb ik twee dingen in beeld, nu niet meer. Daar kan ik mijn meldingen zelf selecteren. Stel nou, ik krijg alleen maar dezelfde meldingen. Dan denk ik van, ja, ik kan ook eens een andere pakken. Maar dat doe ik meestal niet, maar ik kan hier ook het een en ander mee doen, wat ik zo meteen zal uitleggen. Nou, hier kun je ook meteen zien welke meldingen ik allemaal gebruik. Op dit moment, het zijn er heel veel, veel te veel. Agency call-out, ja, LSPD first response, LSPD first response komt er natuurlijk standaard bij. Agency call-out, assorted call-outs, call-out V, cheap call-outs, crazy call-outs, hero cop. Nou, daar staat er wel, je kunt daar collega's, partners, of collega's, honden, dode lichamen mee slepen en nog meer. En er zitten ook een paar meldingen bij. Peter U call-outs, road incident call-outs, secondary call-outs, taco highway call-outs, traffic police, ja, daar zitten ook een paar meldingjes bij. En dat was het. Nu denk je van, oh ja, heel veel dingen erin gooien en dan krijg ik al die meldingen. Dat valt vies tegen. Want ik krijg waarschijnlijk maar, ik krijg echt heel weinig meldingen. Je kunt beter gewoon 4 call-out packs of zo erin zetten. En dan heb je steeds afwisseling. Dan dat je door 12 inzet. En dan pakt je eigenlijk maar steeds van 4 call-out packs iets. Dus ik krijg nooit 12 of vanaf misschien wel 20 of misschien wel 50 verschillende meldingen heb ik hierin staan. Maar die krijg ik nooit allemaal. Ik krijg vaak gewoon één bepaalde melding, zo vaak hetzelfde. Dan we, ja, het is wel goed zo met die kutmeldingen. Dus ja, dat heeft eigenlijk geen zin om dat te gebruiken zoveel. Maar ja, ik heb ze er toch in staan gewoon omdat het kan. Dan heb je nog kopholster. Ah, we nemen natuurlijk ook wapen uit je holster, zo. Wapen verdwijnen uit je holster. En dan heb je nog stop de pet. LSPD, don't make me shoot ya. Oké, die stopt niet. ook een plug-in. En nou, dan double E. Double E. Hand omhoog, gaat hij op zijn knieën zitten. Loop je er heen. Kazerne lang weer af, maar juist. Druk je op E. Ga je hem eerst eens arresteren. Zoals je ziet, hij ziet bleekjes uit. Staat er. Hij wordt gearresteerd door middel van een animatie. Nou, en dan kun je vervolgens via E gaan kijken van, hey, heb je dit gedaan? Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Dan kun je hem fouilleren. Kun je een drugstest en een ademtest hier afnemen. Je kunt hem meeslepen, je kunt hem laten volgen. Je kunt hem laten meenemen door de ambulance. Je kunt hem op zijn knieën laten zitten en je kunt zeggen van, hey, luister kameraad, sorry, mijn foutje, mag wel gaan. Stop de pet dus. Ja. Ik denk dat ik eigenlijk alles wel heb gehad. Ik heb iets vervelends op Instagram. Ik krijg nu opeens alle meldingen binnen. Dus ik krijg continu als iemand een foto heeft geliked en noem maar op. Dus ik word daar helemaal gek van. En ik krijg nu ook weer hele rare DM's binnen waarvan ik echt denk van, gast, ken ik jou? En dan is het weer, ja, weet je, dan ga ik jullie niet meer lastig vallen. Ik zal vast nog wel dingen vergeten. IMS mod dus, Los Santos Rescue, dus de IMS mod en de Los Santos Rescue Division doe ik voor het OP, het overig personeel noemen we het in de clan. Dus de brandweer en ambulance en reddingsbrigade. En LSPDFR met al die plugins en deze meldingen voor de politie en de marechaussee. Ik hoop dat jullie weer een beetje een duidelijk beeld hebben van mijn voertuigen, van mijn mods. Zijn er vragen? Ja, stel ze maar een reactie. Ik kijk wel of ik ze beantwoord. En ja, sommige vragen, hoe installeer ik dit? Daar is trouwens een tutorial voor, kun je kijken. Of waarom doet dit er niet? Daar ben ik niet voor. Daar zijn helpdeskers voor die op Discord en zo te vinden zijn. Ja, tot binnenkort over 2 dagen natuurlijk. Met dit ding. Doei!